De politie neemt morgen niet deel aan het défilé in verband met de viering van de staatkundige onafhankelijkheid. Dit is een van de actiemodellen in verband met de kwestie rondom recruten die beëdigd en bevorderd moeten worden. Ook de beëdiging van onderinspecteurs moet geregeld worden. Op een spoedalgemene ledenvergadering vandaag is besloten om hierover in beraad te gaan. U hoort de woordvoerder Rivelino Eijk. De politie is in beraad. En wij hebben enkele diensten, de werkzaamheden van die diensten gaan niet door. Met name het team, de RBT-diensten. We halen alle recruiters terug van de werkvloer en die komen ook hier in beraad in de politieacademie. De politie gaat niet deelnemen aan het DVD, de afdeling muziek. En de drumband die gaan hier ook in beraad blijven bij ons. De leden eisen dat de regering en wel het ministerie van Justitie en Politie de afspraken die zijn gemaakt over de beëdiging en bevordering van de recruten nakomt. Het actiemodel is bedoeld om dit af te dwingen. Wij hebben onderhandeld met die werkgever. Ja, de werkgever die heeft afspraken met ons gemaakt gisteren. Die hebben wij in een besluitenlijst gehad. En hebben wij gepresenteerd aan onze ALT gisteren hier. En een van die afspraken was dat al die recruten van die lichting 2019-2020 bevorderd zouden worden op 14 december. Wat schept onze verbazing dat de minister ons vandaag belt en ons doorgeeft dat 7 van ze niet worden bevorderd. Ik begreep dat wanneer het bestuursorgaan, wanneer de minister afspraken maakt, het ondertekent, is in feite een overeenkomst met ons heeft. En een overeenkomst trekt partijen tot wet. Dus je moet uitvoeren wat je hebt afgesproken. En dan kan je ons niet bellen vanmorgen en ons andere dingen vertellen. Toch? Dat leek het alsof wij dat hij ons eigenlijk voor de gek heeft gehouden. Om ons een beetje zoet te houden gisteren, om ons vanmorgen iets anders te zeggen. Dus wij zeggen van nee, wij gaan dit niet meer trekken. Omdat we in de afgelopen tijd een aantal zaken hebben voorgedaan. Waarbij wij niet serieus genomen zijn geworden. En dan gaan we nu wel duidelijk wijzen dat wij serieus genomen willen worden. Tot zover Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond. De leden hebben op de ALV een motie ingediend bij het bestuur. De leden hebben de petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De politiebond heeft een ultimatum gesteld van 48 uur.